Ik wil alleen aan iedereen duidelijk maken. De eerste grote klap komt als Marco's productiemaatschappij The Entertainment Group in 2009 failliet wordt verklaard. In diezelfde periode heeft Marco een affaire met pianiste Iris Hond, wat pas 10 jaar later in 2019 aan het licht komt. Dat zorgt voor een nog grotere geruchtenstroom over buitenechtelijke escapades. Marco verdwijnt 1 jaar uit beeld met een burn-out. Ja. Wat is de grootste fout die je tot nu toe gemaakt hebt? Dat is een scheiding. En nu draait de geruchtenmolen over uren. Onlangs wordt door verschillende roddelkanalen gezegd dat Marco grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd tegenover minderjarige meisjes. Hij laat lang op zich wachten, maar komt uiteindelijk met een statement. Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops advocaten verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met aantijgingen dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes.